Oké, jongens. Opdracht. Zwemmen met kralbenen, juf Suzanne. Kralbenen, juf Kelly. Wat is dat? Ja, kralbenen. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Oh, maar wacht. We hebben rugkrol, borstkrol. Wat doen we dan altijd met die benen? Trappelen? Ja! Trappelen! Kralbenen zijn dus trappelbenen. Nu weten we dit. Ja, die trappelbenen jongens, hoe gaat dat ook alweer? Moesten we dan zo met die knieën zo buigen? Ja. Zo. Fietsen! Fietsen! Zo. Fietsen! Moeten we fietsen jongens? Nee, juf Suzanne, we moeten niet fietsen. Oh. Wat zijn die benen? Oh, ze zijn recht, juf Suzanne. Oh, zo. Ja, zo. Zo? Nee? Oh, juf Suzanne, je mag je tenen niet omhoog doen. Oh. Nou, nee. Nou, ook niet goed, hè, jongens. Nee, je moet die voeten zo een beetje zo naar voren. Zo. Ja, zo. En dan mogen de tenen wel een beetje los, zodat ze nog een beetje kunnen wiebelen. Zo. Ja. Wiebel, wiebel, wiebel. Ja, dus de knieën die zijn recht en de tenen zijn voren, die zijn een beetje los. Ja, en dan kunnen we trappelen zo heen en weer met de benen zo. Trappel, 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 trappel. Nou jongens, ga maar liggen. Doe maar mee met juf Suzanne. Eens even kijken, juf Suzanne, of ze allemaal al wel op tijd liggen. Anders dan kunnen we beginnen en dan zijn ze er nog niet. Oh, oh. Ja, ja, liggen. Ja, nou, daar gaan we, jongens. Dan komt die knieën recht, voeten naar voren, de tenen een beetje los en dan gaan we trappel, 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 trappel. We moeten helemaal naar de overkant van het zwembad. Zouden we zo ook sneller kunnen, juf Kelly? Ik weet het niet, dan gaan we racen in het water. Trappel, 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 racen, 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 en stop! Ja! We zijn aan de overkant! Woehoe! Nou, ik denk, juf Suzanne, dat ze best wel zelf naar die overkant kunnen. Ja, dat denk ik ook. Eens even kijken. Nou, eens even kijken of ze klaar liggen hoor, daar. Ja, iedereen klaar. Nou, dan gaan we. Knie recht. Tenen naar voren. De tenen een beetje los. Nou, dan gaan we. 1, 2 en ja. Hup, 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 hup. Trappel, 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 trappel. Kom op, sneller, sneller, sneller. Hup, 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 hup. Ja, kom op. Ja, zullen ze ook terug kunnen, juf Suzanne? Want nu zijn ze aan de overkant, maar ze moeten natuurlijk ook nog terug. Dus omdraaien, jongens. Ja, nou, dan gaan we weer liggen. Liggen. Benen recht. Nou, 1, 2. Ja, daar gaan we. En wezen. Go sneller met je benen. Hartstikke goed, juf Kelly. Heel goed. Maar nu moeten we het dus ook even op de buik, juf Suzanne. Op de buik? Ja. Nou. En dan doe je dus inderdaad ook je benen recht. Je doet je handen naar voren. En je bent met je gezicht in het water. En die benen die zijn daar eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus je doet je knieën recht. En je tenen die zijn een beetje los. Maar het enige is, juf Suzanne, je bent met je gezicht in het water. Oh, oh. Ja. Kan ik daar ademhalen, juf Kelly? Is dat, jongens? Kan ik onder water inademen? Nee, dat kan niet. Nee, juf Suzanne, dus we kunnen niet ademhalen onder water. Oh. Dus we moeten een hele grote hap met lucht nemen. Oh. Dan doe je je gezicht in het water. En dan ga je racen met die benen. En daar gaan we. Trappel, 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 trappel. Beetje sneller. Hup, 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 hup. En stop! Ja. Goed gedaan, juf Suzanne. Ja? Ja, dat zag er heel goed uit. Heb je het gezien bij juf Suzanne? Ja? Dan doen we het één keer even samen. Ja, dan mogen jullie doen mee. En juf Suzanne die doet het ook nog een keertje. Nou, dan gaan we. Grote hap met lucht. Gezicht in het water. Benen recht. Dan gaan we. Trappelen, trappel, 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 hup, 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 en stop! Zo. Ging dat goed, juf Suzanne? Wel, denk ik wel, juf Kelly. Ja, hè? Maar hoe ging het bij die kinderen thuis? Want dat kon ik niet zien. Ja, ze doen het echt heel erg goed, juf Suzanne. Ik wil het ook wel eens. Ja, dus laten we samen eens even kijken.
Ze doen het echt heel goed. Nou jongens, laat maar zien aan juf Suzanne, want die heeft het net niks kunnen zien. Dus dan ga je even liggen op je buik. Ja, zo, ja, benen recht, hè? Oh ja, ze doen die benen wel goed recht, juf Kelly. Ja, ja, dat kunnen ze echt heel goed. En we nemen een hele grote hap met lucht. Dan gaan we gezicht in het water en tappen met de benen. Trappen. Oh, ja. Het gaat goed hoor. En stop. Ja, ze kunnen dit goed, hè? Wat goed. Ja, dat vind ik ook. Dat hebben ze heel goed geoefend in die zwemlessen, juf Kelly. Ja, zeker. Ik denk dat we het nog wel één keer kunnen doen. Ja. Ja, nou dan gaan we. Handen naar voren. Ja, benen helemaal recht. Grote hap met lucht en gezicht in het water halen. Kom, sneller, sneller! Goed gedaan! Nou, ik denk dat ze deze opdracht echt goed hebben gedaan. Dat denk ik ook. Ja. En dan kunnen ze straks ook super goed in het zwembad. Ja, dat denk ik ook. Goed gedaan, jongens, en succes met de volgende opdracht.